Aan de Van Bergenstraat in Nijmegen zijn maandagavond tientallen woningen ontruimd vanwege een gaslek. Het lek ontstond iets na zevenen bij de aanleg van een glasvezelnetwerk. Doordat er veel gas vrijkwam, werden bewoners van zo'n 30 woningen in veiligheid gebracht. Ze verbleven ten tijde van het lek in het Kronenburgerpark. Rond 8:30 was het lek gedicht en konden bewoners terugkeren naar huis. Bewoners van de Boekstatenhof hebben dinsdag een petitie aangeboden aan de Stichting Studentenhuisvesting. De Boekstatenhof is een complex waar studenten in het laatste jaar van hun studie in kunnen stromen als ze een kamer achterlaten bij de SSHN. De SSHN gaat in de Boekstatenhof woningen ombouwen tot studentenkamers, maar daar zijn de bewoners het niet mee eens. De studentenhuisvester wil graag van elke flat 3 studentenkamers maken. De bewoners willen het liefst dat de SSHN de studenten ergens anders onderbrengt. Een meerderheid van de bewoners heeft de petitie ondertekend. In Nijmegen was dinsdag het decor van de Interacademiale. De Interacademiale is een jaarlijkse sportdag waar alle sportinstituten van Nederland aan meedoen. En dit jaar was Nijmegen aan de beurt om de dag te organiseren. Studenten uit Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Zwolle en Nijmegen verzamelden zich op de sportvelden van het gymnasium om verschillende sporten uit te oefenen. Onder andere tennis, beachvolley en volleybal konden worden gespeeld. Ook konden studenten over een stormbaan gaan.